Veel dieren vinden het niet leuk om naar de dierenarts te gaan. Het is onze missie om het welzijn van honden te verbeteren door ervoor te zorgen dat ze minder stress ervaren bij de dierenarts. Dit zorgt ervoor dat ze beter behandelbaar zijn, dat ze betere medische zorg kunnen krijgen, maar ook dat er minder risico's zijn om gebeten te worden. Voor de dierenarts, de paraveterinair, maar ook voor u als eigenaar. Ik ben Chantal Koptijn, gedragsbioloog en gedragstherapeut bij Blij Viervoeters. Komt jouw hond ook met de staart tussen de poten de dierenartsenkliniek in? Of ben je dierenarts en rennen jouw klant het liefst de deur weer uit? Hier kan je wat aan doen. Het is van groot belang om honden op jonge leeftijd al kennis te laten maken en positieve ervaringen op te laten doen bij de dierenartsenpraktijk. Een puppyconsultatieafspraak of een aankoopkeuring, zodat de hond al een keertje bij de dierenarts geweest is voordat hij een vervelende prik krijgt, is dan ook een goed idee. Maar hoe zorg je er nou voor dat je pup wendt aan al die handelingen bij die dierenarts? Nou, daar kan je thuis al een heel goed begin mee maken. Door je pup of jonge hond al te leren dat het heel normaal is dat je af en toe in zijn oortjes kijkt, dat je aan zijn pootjes zit of dat je naar zijn tandjes kijkt. Nou, zorg ervoor dat je dat heel kort doet in het begin en dat je de tijdsduur steeds langer uitbouwt, zodat het voor die hond niet te stressvol wordt. Gucci vindt op de behandeltafel al spannend, dus gaan we gewoon eventjes alleen oortjes kijken. Nou, je zegt ook wat je doet. Mag ik even oortje kijken, Gucci? Ja, goed zo, Moppie. Goed gedaan, hoor. Nou, als hij dit nou goed kan, dan ga je ook naar het tweede oortje en dan ga je later ook tandjes kijken en pootjes kijken. Van belang is dat je de hond tegen je aanzet, zodat hij niet weg kan. Je houdt hem stil en zorg ervoor dat je nooit zijn ogen afdekt, want dat vinden honden vervelend. En zorg er ook voor dat je niet over hem heen hangt. Nou, gaan we nog even pootje kijken? Ja, goed zo, Moppie. Heel knap, want dan kunnen we later ook jouw nageltjes even doen. Heel goed gedaan, hoor. Super! Ik ben Chantal Koptijn, gedragsbioloog en gedragstherapeut bij Blije Viervoeters. Bedankt voor het kijken.